elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Na de 5-0 nederlaag vorige week tegen Sparta moet het voor Jong AZ in eigen huis allemaal anders tegen FC Eindhoven. De start is in ieder geval veelbelovend met dit prachtige schot van Freddy Druif. Mooie aanval, mooie goal en een 1-0 voorsprong voor het team van Michel Vonk. Heerlijk schot in de verre hoek, 1-0. 14e minuut van het duel. Twee teleurstellende wedstrijden van FC Eindhoven gingen hieraan vooraf en dit is dan de gelijkmaker. Het is Marcelo Lopes, de Portugees die zijn 4e van het seizoen maakt. En een prima gelijkmaker. 26e minuut. Oh, dit is een hele harde en zware overtreding van Michailić. Maar hij krijgt geel van scheidsrechter Van der Laan. En daar komt hij heel goed mee weg. Dit had natuurlijk een rode kaart moeten zijn. Michailić geel mag dus binnen de lijnen blijven staan. Een hele zware overtreding. En dit is weer zo'n goede aanval van FC Eindhoven. Met een goal van spits Alvin Daniels. 1-2, de voorsprong voor de bezoekers uit Eindhoven. Er is een overtreding gemaakt in de 16 meter, buiten beeld. Scheidsrechter Van der Laan geeft er een penalty voor. En dit is Ferry Druif, maar de redding is uitstekend van Ruud Swinkels. En zo is er geen gelijkmaker voor Jong AZ. En is hij, Swinkels, de gevierde man. Het blijft 1-2. Hier nog eens de strafschop van Druif. Hij scoort niet vanaf 11 meter. Dus blijven de Eindhovenaren op voorsprong staan. Daniels wil de bal hebben. Daniels krijgt hem niet en dan wordt hij voorlangs gegeven door Lopes. En krijgt Jong AZ de bal niet weg. En dus nog een kans. Boeraar, invaller. Met een enorme kans op de 1-3. Het blijft 1-2. En dat betekent dus dat de Eindhovenaren met een overwinning richting de kerstdagen gaan. Jong AZ met 1-2 van FC Eindhoven.